het thema waar iedereen toch eigenlijk wel op gewacht heeft vandaag is het thema van de woningmarkt. Dat blijkt toch het heetste thema van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. En daarvoor praat ik even met Denise Maars. Hallo Denise, welkom. Hallo. Jij bent verpleegster en je woont in een gedeeld studentenhuis dat niet geschikt is om overdag te slapen. En je sliep maanden in een busje op de parkeerplaats voor het ziekenhuis. Oh, leg dat eens eventjes uit. Ik weet niet van wie je die informatie hebt. Maar klopt die informatie helemaal niet? Nou, ik heb 4 dagen... heb ik. Vier dagen maar liefst. Heb ik op de parkeerplaats geslapen, dat klopt. Ja. En inmiddels is mijn woonsituatie ook een beetje anders. Maar op dat moment woon ik inderdaad in een gedeelde woning. Ja. Met gewoon zelf een eigen kamer en een gedeelde woonkamer, et cetera. Breng me even terug naar deze 4 verschrikkelijke dagen, Denise. Waarom ging jij in een busje voor het ziekenhuis slapen? Nou, ten eerste omdat het daar gewoon wat rustiger is. Dus in Amsterdam, nou, je kan je voorstellen, er gebeurt overdag heel veel. Er is verkeer, er is verbouwingen boven al maanden gaande. Ja. En als je nachtdiensten werkt en je moet overdag slapen, dan is het wel fijn als je een paar uurtjes echt door kan slapen. Ja. En dat lukte niet meer. Dus op een gegeven moment dacht ik, ik heb meer rust nodig. En ik heb een camper, die ook nog eens hartstikke leuk is. Ja. Dus waarom niet op de parkeerplek? Ja. Dus dat heb ik gevraagd bij het ziekenhuis en die zeiden, dat is prima. Ja, maar was dat de ideale situatie? Het was ook een beetje een statement om te laten zien hoe lastig het is om aan een prettige plek te komen in Amsterdam. Maar goed, dat was verder, dat was oké. Okay, ja. In de camper heb je heel veel rust, je hebt geen buren. Maar hoe, leg me eens uit, want ik heb begrepen, dus het ziekenhuis heeft zogenaamde zusterwoningen beschikbaar. Waarom waren die niet geschikt? Nou, dat is van vroeger echt die zusterflat. Dus ja. Wat we nu hebben, we hebben wel een gebouw naast het ziekenhuis staan, wat van een particulier iemand die heeft dat opgezet. En dat zijn studio's, maar dat kost dan €1300 in de maand. €1300? Ja, dus dat is niet echt het budget van een verpleegkundige om dat dan te gaan betalen. Wat zou een oké budget zijn voor verpleegkundigen om te betalen? Nou, €700-800. Ja. En die woningen die zijn er gewoon. Nee, dat is heel moeilijk te vinden. Ja, dus maar dat is toch. Wat vind je daarvan? Schijnend. Ja, want ik vind mezelf best wel een creatief persoon. Ik heb op verschillende plekken geprobeerd om iets te vinden. En een gedeelde woning is natuurlijk op zich prima als je 20, 25 bent. Maar op een gegeven moment werd ik 31. Dacht ik, ja, ik wil ook wel iets meer privacy en ruimte voor jezelf hebben. En dan is het wel lastig om iets in de buurt te vinden van je werk als je in Amsterdam woont. Maar dat is dus heel vervelend voor jou. Dat is heel vervelend voor al die mensen die geen woning kunnen vinden. Maar dat is natuurlijk eigenlijk ook heel vervelend voor die werkgevers. Ja, ja. Ja, maar toch denk ik dat zij wel meer zouden kunnen doen om daar ons een beetje in tegemoet te komen. Wat dan? Nou ja, iets goedkoper dan €1300 voor een studio laten betalen. Ja. Dat zou al heel veel schelen. En überhaupt was dit niet bekend bij het personeel. Dus het is omdat ik heel erg ben gaan zoeken van wat is er allemaal mogelijk, dat ik via de HR uiteindelijk bij dat project kwam. Ja, want nu woon je dus wel in een koophuis, heb ik begrepen. Ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Met heel veel geluk. Ja, ik kan niet anders zeggen. Eigenlijk in de week dat ik in mijn camper sliep, ben ik een huis gaan bezichtigen. Dat was ook de eerste keer dat ik een huis ging bezichtigen. Op loopafstand van het ziekenhuis. Dus niet zo'n gewilde wijk misschien voor een gemiddelde Amsterdammer. Maar voor mij echt perfect. En ik heb daar een bod gedaan. En ik had gewoon toevallig het hoogste bod. En ik denk de gunfactor. Want ik heb zo ook wel het filmpje van AT5 gestuurd van mijn camper. Ja, daar is een filmpje van gemaakt. Ja, ja. Ja. Klopt, dus ik denk dat beide een beetje hebben meegespeeld. Want je werd eigenlijk een beetje een symbool van de woningcrisis. Nou ja. Ja, dat zijn jouw woorden. Ja. Zijn mijn woorden, ja, precies. Ja, ik praat alleen in mijn eigen woorden. Ja. Ja. Maar jij bent dan één persoon, maar ik neem aan dat hoe zit het dan met je vrienden of met andere verpleegkundigen? Ja, nou, die zitten nog zelf in die situatie waar ik ook in zat. Dus ik heb veel collega's rond de 30 jaar die nog steeds wonen met huisgenoten. Of collega's die gewoon een stuk verder weg wonen. Dus in een dorp waar zij vandaan komen, ver weg in Noord-Holland. En dan een uur reistijd hebben per dag. Ja. Dat kan ook. Ja, ja. Dat is toch raar eigenlijk. Ja,
Ja. Ja, en zeker, er is al zo'n tekort aan verpleegkundigen. We hebben gewoon voor iedere afdeling in het ziekenhuis vacatures openstaan. En als je dan ook wat mensen wil behouden en nieuwe mensen wil werven, is het wel belangrijk dat de reistijd ook kort is. Of in ieder geval een woning geregeld kan worden in de buurt van je werk. Ja, en jij zegt eigenlijk dat daar zou het ziekenhuis ook voor moeten zorgen. Ik denk wel dat ze daar iets meer in kunnen doen. Ik weet wel van andere ziekenhuizen in Nederland die daar meer in doen. Bijvoorbeeld het eerste jaar dat je daar komt werken, dat ze een woning voor je kunnen regelen. Of wat goedkopere plekken inderdaad, om tijdelijk te overbruggen totdat je wel iets gevonden hebt. Maar dat kan ook echt een factor worden van, kennelijk is er heel veel tekort aan, wij weten natuurlijk allemaal een tekort aan mensen in de zorg is. Ja. Dat kan dus een factor zijn voor waar je gaat werken dan. Ja, zeker. Ja. Ja, dus ik had ook bedacht, als het mij nu niet lukt om een woning te vinden, zou ik toch terug moeten naar een andere omgeving. Ik kom zelf uit de buurt van Delft. Ja. Dat betekent wel dat ik een nieuwe baan moet zoeken en niet meer in het academische ziekenhuis kan werken waar ik nu gespecialiseerd voor ben. Ja, dat is ook kapitaalvernietiging eigenlijk. Ja. Ja. Eigenlijk, jij hebt geluk gehad. Ja. Maar ja, heel veel van jouw vrienden en collega's hebben dat geluk dus niet. Nee. En af en toe glipt er misschien iemand tussendoor, maar het systeem is gewoon, klopt eigenlijk niet. Mm-hmm. Ja. Ja, en de eerste paar jaar dat ik werkte, dan zit je nog in een salarisschaal waarin je in de sociale sector terecht kunt komen. Dus daar heb ik ook altijd op een wachtlijst gestaan. Maar daar zijn gewoon te veel mensen voor die een sociale huurwoning zoeken. Maar inmiddels zit ik in het middensegment en daar is ook niks te vinden. Dus het maakt eigenlijk niet uit of je weinig verdient, gemiddeld verdient. Ja. Wil kopen, wil huren. Het is eigenlijk voor iedereen moeilijk. Ja, 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 er is dus ook, niet haalbaar. Is ook nu weer een serie over op televisie met Jorra Rienstra. Dat is inderdaad in de sociale huur zijn er te veel mensen die daartussen willen komen. En als je dan meer verdient, dan verdien je weer eigenlijk te veel voor de sociale huur. Maar veel te weinig om eigenlijk iets te kunnen betalen. Ja. Wat wel beschikbaar is. Ja. Nou ja, wat een verschrikkelijk probleem. Ik nodig nu, dankjewel Denise, blijf gewoon aan tafel zitten. Ik nodig ook uit Esther van Rijswijk, Laura Scheveld en Laura Scheveld. Hallo. Nou, Esther van Rijswijk is econoom en financieel journalist. Ja. Ja. En Laura, jij bent van de Torteltuin. En dat is een wooncoöperatie. Niet een woningcoöperatie, maar een wooncoöperatie in Amsterdam. Esther, ik neem aan dat je helemaal niet verbaasd bent van dit verhaal van Denise. Nee, helaas niet. Nee. Nee. Nee, ik ben journalist inderdaad, maar ik ben ook moderator. Ik leid heel veel gesprekken en ik doe nu een serie over de woningmarkt voor ESB. Dat is een economenblad. Ja. Dus daar duiken we helemaal in de woningmarktproblematiek. Maar zelfs als ik dat niet zou doen, dan lezen we er natuurlijk al jaren over in de krant. Ja. Ja. Als we nou, je hebt je ook veel verdiept in Amsterdam. Dus hoe, als we nou even Amsterdam nemen, hoe erg is de situatie hier? Nou, ik heb me niet specifiek heel erg in Amsterdam verdiept. Dat heb ik vanochtend nog even snel een beetje geprobeerd. En het is precies, best wel. Amsterdam en Utrecht zijn wel echt. Ik denk dat we het heel vaak, we doen alsof het in het hele land is, maar het is vooral Amsterdam en Utrecht. En eigenlijk, als je als econoom daarnaar kijkt, dan kijk je gewoon waar zijn de prijzen het hoogst en waar zijn ze het meest gestegen. Ja. Want daar wil blijkbaar iedereen heen en daar grijpen dus heel veel mensen mis. Ja, nou ja, het gekke is dat ik een tijd geleden had ik een avond in Ede. Mm-hmm. En daar waren dan weer jonge studenten of mensen die dan eigenlijk na hun studie kwamen. En die zeiden, ja, wij merken nu alweer dat er dus mensen hierheen komen. Dus laten we zeggen mensen tussen eind 20, begin 30 zo ergens. Dat er dan weer mensen uit de Randstad alweer daarheen komen. Ja. En dat het daar dat ook weer een prijsopdrijvend effect heeft. Dus dat het langzamerhand het probleem zich wel over het land verspreidt. Zeker, zeker. Ik zeg niet dat het, maar het is in Amsterdam en Utrecht verreweg het grootst. Wat is nou, als je kijkt gewoon naar structureel, wat is nou, hoe komt dit probleem? Wat is er nou allemaal aan de hand? Ja, wat is nou allemaal aan de hand? Ja, nou, waar mensen altijd wel van schrikken, maar het is niet een speculatieve bubbel. Dat denken heel veel mensen. Van ja, het komt door al die huisjesmelkers. En de huisjesmelkers is moreel verwerpelijk en zijn ook echt wel een probleem. Maar daar lossen we het niet mee op.
Het grootste, de belangrijkste factor is dat sinds het jaar 2000 de rente heel erg is gedaald, de ECB. Dus ik heb al jaren, probeer ik als econoom tegen mensen te zeggen, je moet dus goed opletten wat de Europese Centrale Bank doet. En centrale banken over de hele wereld. Begint iedereen altijd heel hard te gapen. En denkt ze, god, moet dat? Totdat ik tegen jongeren zeg, de reden dat jij geen huis kan kopen komt omdat die rente zo laag is. Dat komt door beleid van centrale banken. Leg het even uit dan. Nou, ik zeg hiermee overigens niet. Ik neem geen standpunt in of centrale banken het goed of fout doen. Dat is een heel apart debat. Let daarop. Nee, dat is een heel apart debat en er gaan altijd mensen heel hard twitteren. Ik wil gewoon even weten. Ja, goed. Oké, we hebben centrale banken die zitten aan de knop die de temperatuur van de economie een beetje bijstelt. Als de economie te hard gaat, dan komt de inflatie. Dat willen we om allerlei redenen niet. Dat is ook weer een hele aparte economieles. En dan drijft de centrale bank normaal de rente een beetje op. En als het een beetje slapjes gaat in de economie, dan doen ze die rente omlaag, zodat we allemaal weer spullen gaan kopen en dus ook werkgelegenheid houden, al die dingen. Ja. Nou, dat is helemaal ontregeld. Onder meer door internationalisering, doordat er allerlei Chinezen ook zijn inmiddels die op de arbeidsmarkt zijn gekomen. Eigenlijk, hè, we kopen spullen in China. Maar ook door bijvoorbeeld de crisis. We hebben de financiële crisis gehad. En toen zijn centrale banken de rente gaan verlagen. Die was daarvoor al steeds lager aan het worden, hoor. En die zijn zelfs nog gekkere manieren gaan zoeken om maar te zorgen dat er geld in de markt bleef komen, zodat de economie bleef draaien. Ja. En dat werkte. De economie is in de crisis niet zo goed als we wilden, maar we hebben het ook in corona gezien. De economie viel helemaal stil. Centrale banken en overheden, in dit geval waren het geen centrale banken, maar het helpt om dan geld de markt in te gooien. Hebben we gezien. Want en waarom leidt dat dan tot woningtekort? Omdat als, en dat is dus het gekke, jij hebt nu een huis gekocht en je hebt daarbij een hogere schuld aangegaan dan als je dat 10 of 20 jaar geleden zou hebben gedaan. Maar jouw maandelijkse woonlasten zijn helemaal niet zo hoog. Mm-hmm. Ook niet hoger dan 10 of 20 jaar geleden. De maandelijkse woonlasten zijn niet gestegen. Die lagere rente maakt gewoon, dan gaan we rekenen, oh, als ik per maand maar zoveel rente aan de bank hoef te betalen, nou, dan ben ik bereid om meer te lenen. Dus die lagere rente gaat helemaal in de prijzen van die woningen zitten. En dat verklaart dat die woningprijzen enorm gestegen zijn. Dat is één verklaring. Ja. En de tweede verklaring is ook dat overheden, regelgeving het mogelijk heeft gemaakt dat we steeds meer kunnen lenen, dat er een jubelton is. Je kan denken dat is heel fijn voor starters, maar die jubelton is ook helemaal in die prijzen gaan zitten. Die heeft die prijzen nog verder verhoogd. Dus het is steeds, ja, voor degene die al in de huizenmarkt zitten, heel fijn, want hun huis wordt meer waard. Ik denk dat jij ook wel vaak hebt gedacht de afgelopen jaren, en heel veel mensen die al een huis hebben, van Jezus, ik word rijker met mijn huis dan met het werk wat ik doe. Maar ja, die prijzen gaan omhoog. En wie nog geen huis heeft, die heeft echt een heel groot probleem. Ja. Dus dalende rente is heel belangrijk. Dalende rente is heel belangrijk, maar dan nog is er ook nog zoiets als beleid dat je kan voeren, neem ik aan. Ja, en het ook dus als, zowel als landelijke overheid, ja, als gemeente. Ja, precies. Dus de dalende rente is heel erg belangrijk. Beleid van de overheid om dan maar jubeltonnen en meer ruimte voor starters, hè, dat ze meer mogen lenen. Nou, dat helpt heel even voor die eerste starters en de rest, die is alweer te laat, want de prijzen zijn omhoog gegaan. En dan kom je op het landelijke beleid en het gemeentelijke beleid. Nou, voor de lange termijn moet je dus ophouden met die leenruimte te verhogen voor mensen. En dat doet op de korte termijn pijn. Want als we zeggen, jullie mogen niet meer zoveel lenen, dan heb je het als starter nog moeilijker. Ja. Verder roept de politiek natuurlijk overal bouwen, 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 bouwen. Ja. Maar let op, hè? Een deel van het probleem is dus dat die prijzen zo hoog zijn. Ja, want eigenlijk gaat het eigenlijk, mensen hebben het vaak over tekort aan woningen, maar eigenlijk, ja, moet je zeggen een tekort aan betaalbare woningen. Ja, en betaalbaar is dus een complex begrip, want per maand is het helemaal niet duurder geworden. Maar om in te stappen moet je zoveel kunnen, vaak kan je dat bedrag helemaal niet lenen, je krijgt het gewoon niet van de bank. Of als het je wel lukt, dan is het per maand niet duurder geworden, maar het risico is groter. Want als je baan verdient, heb je in plaats van een schuld van 2 of 3 ton, heb je ineens een schuld van 5 ton. Ja. Dus dat is. Maar even. Ik had eerder vandaag had ik hier iemand van de JOVD. Zei, als we meer bouwen, dan zorgt de markteconomie er uiteindelijk voor.
Ja. Dat het allemaal goed komt. Nou, vat het nu heel erg simpel. Kijk, markten vragen erom dat je snel kan reageren. Een echte markt die is hier op de Albert Kuip. Als ze daar zien dat... Nou, wat had ik af een paar jaar geleden nog met toen mijn dochter wat jonger was, weet ik veel, dan is een of andere knuffel, die is heel erg populair. Dan liggen er, en dat merken die marktkoopmannen, en een week later liggen overal die knuffels. Dat is een markt. Ja. Maar zo werkt het op de woningmarkt niet. Hè, dat is niet, er zijn niet van, we willen allemaal meer, dan bouwen we er ineens een miljoen bij. Dat roept wel iedereen. En als je dan gaat bouwen, dan zie je bijvoorbeeld, ik haalde net nog even een artikel erbij van Koen Teulings, hoogleraar. Die zei tussen 1985 en 2013, heeft hij onderzocht, is 60% van wat er toen gebouwd is, is op plekken gebouwd waar we eigenlijk helemaal niet willen wonen. Dus let goed op, zegt een andere hoogleraar, Marja Elsinga uit TU Delft. Die zegt, pas nou op, en zij haalt een voorbeeld van Zweden aan. Want de overheid roept nu bouw, bouw, bouw. We gaan een miljoen woningen bouwen. 100.000 per jaar is afgelopen jaar nooit gelukt. Hè? 100.000 per jaar, lukt helemaal niet. Maar goed, gaan we proberen. Pas nou op dat je niet de probleemwijken van de toekomst gaat bouwen. Dus kijk heel goed naar wat willen we dan. Nou, en dan is het antwoord, we willen allemaal in Amsterdam Centrum wonen. Zometeen iets meer over hoe doen we dat dan. Maar even toch ook nog een paar relativerende dingen. Naast die prijsstijgingen is er nog, en dus die dalende rente, is er nog één heel belangrijk ding. We wonen tegenwoordig voor een veel groter deel van ons woont alleen. Dus echtscheidingen, mensen die langer alleen blijven. Dat heeft ook een enorm prijsopdrijvend effect. Dus het aantal vierkante meters dat we per persoon hebben. Ik zeg al tegen mijn kinderen, ik woon hier op de gracht. Relatief klein, boven, geen buiten en alles. Maar op de gracht, de topplek. Ja. En mijn kinderen zeuren dat ze klein wonen, want onze buren hebben wel de hele kiet, zeg maar. En dan zeg ik altijd, nou, iets verderop in de pijp, 100 jaar geleden, als ze gingen slapen, 2 kinderen op de keukentafel, 2 eronder en papa en mama om het hoekje. En dan los je de wooncrisis wel op. We zijn van 8 vierkante meter per persoon naar 63 vierkante meter per persoon gegaan in Nederland. En dat is ver boven het Europees gemiddelde. Ja, maar goed, dit is... Dus wat doe je dan in het centrum om te beginnen? Kleine huisjes bouwen. Ja, en dat is dus als je heel concreet gaat, wat kan een gemeente dan doen? Ja. Nou, accepteren dat je ook die hele kleine huizen moet gaan bouwen. En die appartementen, je hoort projectontwikkelaars altijd klagen dat als ze met plannen daarvoor komen, dat de gemeentes dat niet willen. Want die willen bijvoorbeeld ook graag juist gezinnen. Maar ook bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk allemaal een enorme hekel aan Prins Bernhard en BlackRock, zegt Koen Teulings. Maar wat nou, zoals je als gemeente zegt, nou weet je wat, jullie mogen grote huizen in deze stad wel kopen, want echt grote huizen is nog best lastig om te verkopen, zeker nu die Russen niet meer komen. Maar dan moet je ze opsplitsen in kleine eenheden. Wel verkameren dus. Ja, zeker verkameren en verkameren mogelijk maken. Ja, je kan zeggen, willen we dat dan en vinden we, hè, er zijn vast, maar als je zegt, we hebben die woningen nodig, dan zijn dat mogelijkheden. Waarom twijfel jij over verkameren? Nou, omdat het ook soms leidt tot mensen onder toch hele... Ja, ik zou niet het woord erbarmelijk, dat reserveer ik voor andere plekken. Ja. Maar gewoon, ja, eigenlijk... Ik zou meer denken, kunnen we niet terug naar de ouderwetse had-eenheden, waarbij je zegt van dit is het, en met een puntenstelsel. En dat je dan ook zegt van, nou, je mag wel verkameren, maar dit is wat je er dan daarvoor mag vragen. Maar je kan zo'n grote woning ook had-eenheden van maken. Ik zeg niet dat dat per se losse kamers moeten zijn, wat je natuurlijk in Londen inderdaad ziet. Ja. Maar dat zou een mogelijkheid zijn. Ja, want kijk, jij brengt nu het grote plaatje. En dat is natuurlijk reuze interessant. En ook niet iets waar ik dan per se blij van word. Maar tegelijkertijd zijn er dus veel mensen, vooral jonge mensen, die gewoon, hè, die dus of maanden of sommige maar 4 dagen in een busje voor een ziekenhuis slapen. Nog één vraag, want je mag even. Er zijn toch heel veel woningen daar te koop? Nee, maar heel even. Nu even andere mensen aan het woord. Maar er zijn dus allerlei toch pogingen om hier toch door het systeem heen te breken. En Laura, jij bent dus van de Torteltuin. En dat is een wooncoöperatie. En wat is dat dan? Een wooncoöperatie is een vereniging eigenlijk, of een soort collectief van mensen die eigenlijk een beetje het heft in eigen handen nemen op het gebied van een woning realiseren. Dus wij proberen als groep een gebouw te bouwen
En we beheren dat uiteindelijk ook zelf en we bewonen het zelf. Ja. En omdat wij dus zelf die leden zijn van die vereniging en het zelf beheren, verhuren we het eigenlijk als het ware ook aan ons, aan onszelf. Ja. Want de vereniging die huurt het. Hoe ben je daarbij gekomen? Via een vriend van mij. Het begon eigenlijk met een klein clubje vrienden die aan het dromen was over wat moeten we gaan doen. We kunnen straks geen huis meer betalen. Dus we willen graag collectief samenwonen. En toen is uit dat groepje een veel grotere groep eigenlijk ontstaan van Via Via. Dus ik ben er 2 jaar geleden bijgekomen. En toen waren we nog 15 mensen en nu zijn we zo'n 30 mensen. Ja, en gaat dat allemaal vanzelf? Nou, het gaat nog. Ik ben wel verbaasd over hoe goed het eigenlijk allemaal gaat. We zijn wel allemaal super hard aan het werken mee. Het is echt niet iets wat je zomaar even doet. Iedereen stopt er echt superveel uren in per week. Met hoeveel mensen zijn jullie? 30. 30, ja. In één complex? Ja, wat nog gebouwd moet worden. Maar dat is het idee. Oh, het moet nog gebouwd. Ja. Dus jullie zijn nu al super hard aan het werk om het voor elkaar te krijgen? Ja, dus het begint met een stuk grond vinden. Eigenlijk, dat is de gemeente die geeft kavels uit. En daar kan je, daar moet je een visie voor schrijven en dan kan je zo'n kavel winnen. Nou, dat is gelukt. Dus de tweede stap is nu het ontwerpen van het gebouw, het gaan bouwen, een aannemer vinden en daar uiteindelijk gaan wonen. Ja, en waar loop je dan tegenaan? Het verschilt heel erg in wat voor fase je zit. Ik denk in het begin was het heel erg sociaal. Je moet met z'n dertigen toch allemaal, ja, de koppen dezelfde kant op krijgen eigenlijk. En dat is best moeilijk. Dus je moet een goede besluitvorming vinden. Van oké, wat als we hele harde keuzes moeten maken. Mensen zijn het er niet mee eens. Hoe gaan we dat doen? Maar daar hebben we nu wel vormen voor gevonden. En nu is het vooral het financiële is best een uitdaging. Want je gaat met leningen en subsidies aan de slag. En daar moet gewoon heel veel voor gebeuren. Ja, en is dit geboren uit in eerste instantie uit wanhoop of idealisme? Ik denk 50-50. Ik denk voor sommigen is het echt wanhoop. Die waren echt bang dat ze niks konden vinden. En mensen zijn ook bijgekomen van ik wil gewoon graag een zekerheid rondom mijn huis in de toekomst. Persoonlijk is het voor mij het idealisme, denk ik. En hoe ziet dat idealisme eruit dan? We hebben, onze visie is dat we echt betaalbare woningen willen maken. Maar ook sociaal duurzame woningen en groene woningen. Dus voor mij is het heel erg mijn eigen idealisme in de praktijk brengen. Dat ik denk, oké, hoe wil ik later leven? Voor mij komt daar heel erg bij kijken ook hoe je met de natuur wil leven. En dus natuur terug kan brengen naar de stad. Dus dat zie je ook heel erg in de Torteltuin. Dat we proberen het een heel natuurinclusief gebouw te maken. En daar is de rest van de coöperatie het ook mee eens? Ja, daar is de rest mee eens. Ja, want dat zou dus iets kunnen zijn. Dat alles zegt van, beton is nu toch goedkoper dan dit en dat. Of... Ja, dus dat zijn echt moeilijke afwegingen. Je krijgt inderdaad vragen. We gaan bijvoorbeeld ons gebouw van hout maken. Ja. Helemaal. Is het idee. Dat kost meer dan beton. Dus dan moet je een afweging maken. Oké, gaan we dat doen? En gaat dat dan bijvoorbeeld ten koste van de sociale huurwoningen die we willen aanbieden? Ja. Dat zijn hele moeilijke vragen. Maar die kernvisie en die kernidealen, die delen we wel allemaal. Dus dat zit wel goed, denk ik. Nou heb ik begrepen dat Amsterdam in 2040 40.000 van dit soort wooncoöperatiewoningen wil realiseren in Amsterdam. Of eigenlijk, maar dat is dus eigenlijk, je zegt we willen die hebben, maar dat moet dus dan van de mensen zelf komen. Die moeten dat organiseren, toch? Ja, klopt. Ik denk dat maar ik merk wel dat er echt een enorme motivatie is rondom heel veel Amsterdammers die echt zoiets willen neerzetten. Ik bedoel, wij zijn nu 30 mensen, maar we hebben een enorme lijst aan enthousiastelingen die ook zouden willen meewerken. Dus ik denk dat die groep er wel is. Maar we moeten wel een steun in de rug krijgen van de gemeente die ons ook financieel helpt. Ja, want het is bijna een baan op zich ook, want jullie zijn al best wel lang bezig, hè? Ja. Vanaf het moment dat je dit bedenkt, mensen bij elkaar haalt, vergaderen, groepjes maken. Er komt er heel veel bij kijken. Dus het is ook niet voor iedereen weggelegd om zo'n project, denk ik. Nee, ja. En daarom zeg ik ook altijd dat het echt wel een privilege is dat ik überhaupt aan kan werken. Want ik studeer dan nog, maar heel veel mensen hebben fulltime banen en kunnen dit er echt niet bij doen. Of die zitten dan in de avond te werken. Want hebben jullie al een idee over wanneer de spade de grond in moet? Of? We denken dat het nog ongeveer een jaar aan ontwerpfase is. Ja. En dan over een jaar beginnen we met bouwen. Dat valt me niet tegen. Ik kijk even naar het panel. Is er iemand van het panel die iets wil zeggen of vragen?
We hebben net eigenlijk een beetje een beeld gekregen dat het ook een renteprobleem is. ECB is dus blijkbaar sinds ik ben geboren eigenlijk bezig met de rentes laag houden. En het klopt inderdaad, om de markt te stimuleren worden die laag gehouden. Dus eigenlijk zie ik hier een grote schets van een probleem. Ja. Ik zie hier dan een oplossing, een van de oplossingen. Maar dan vraag ik me af wat mevrouw... Van Rijswijk. Van Rijswijk. Ik wil hem even er goed bij pakken voor de Esther, rekening. Wat je wil. Dan vraag ik me af, wat zie jij dan, wat ziet u dan als een oplossing? Wat is dan, of wat zou een onderdeel kunnen zijn van de oplossing? En dan ook zeker richting de gemeente. Ja. Nou ja, wat ik net zei, dus je kan als gemeente wel echt bedenken van we gaan sturen op kleinere woningen. En dat we dus ook als Amsterdam nog wat meer op Parijs en zo gaan lijken, waar mensen gewoon ook kleiner wonen. En overigens dit voorbeeld, dat is natuurlijk typisch corporatie. Jullie doen het dan zelf en het is niet een bestaande corporatie. Maar dat zijn natuurlijk prachtige initiatieven. En vergeet niet, door die hele lage rente kunnen jullie nu goedkoop lenen. Je leent je scheel, want je leent heel veel. Ja. Maar dat is relatief goedkoop, want rente is de prijs van geld. Dus de discussie over wat doen we aan die ECB is echt een ander debat, ja, denk ik. Maar je zei dus ook van het probleem zit dus niet in de huisjesmelkers. Nou ja, dat is relatief zo'n klein deel dat als we al onze energie op die huisjesmelkers richten. Dus als je zegt, wat dan in Amsterdam een idee is van mensen moeten ook zelf in die huizen gaan wonen en zo, dat vind jij... Jawel, dat heb je nu, hè? Dus ja. Een regel dat woningen tot, ik geloof, ongeveer 512.000 euro zo in Amsterdam. In Utrecht is het 440.000 euro. Als je dat koopt, moet je erin gaan wonen. Mag je niet verhuren. Dus dat is om dat tegen te gaan. Ja, dat helpt ook wel wat, maar daar win je de oorlog niet mee. En overigens ook niet met kleine woningen. En ook niet met corporate. Het is, je moet het allemaal gaan doen om nog maar te zwijgen. Waar ik als econoom dan altijd denk... Het hele bestuurlijke veld. Dat je die ruimte krijgt. Dat je de vergunningen krijgt. Dat een gemeente af en toe ook echt daar visie op ontwikkelen. We hadden net hier Hans Spekman. Die zegt, grondpolitiek is eigenlijk het sterkste wapen dat gemeenten in handen hebben. Nou ja, gemeenten hebben heel lang, ook in Amsterdam, met hun linkerhand, vaak waren het linkse coalities in Amsterdam, of met hun rechterhand grondpolitiek gevoerd. Grond uitgegeven, daar flink geld mee verdiend. Om daarmee de plantsoenendienst te kunnen betalen. In de hoop het links uit te kunnen geven. Ja. Maar dat links uitgeven deden ze niet zo heel goed. Want ze hebben dus niet ervoor gezorgd dat er voldoende woningen waren. Dus je ziet, als je met grond geld kan verdienen, dan gaan zelfs linkse politici er vooral geld mee verdienen en het uitgeven. Is nu veel lastiger. 10, 15 jaar geleden werd er echt grof geld met die grondpolitiek. Er zijn ook drama's gebeurd, hè? Want toen kwam de crisis en toen stonden die gemeenten ineens allemaal onder water. Ja. Ze konden die projecten niet meer ontwikkelen. Dus grondpolitiek is zeker, en daar moet je echt als gemeente goede visie op hebben. En die is meer dan, we willen die grond inzetten om zoveel mogelijk woningen te bouwen. Voor wie dan? En waar dan? Maar ik vind het toch een beetje, en misschien is het terecht, een somber verhaal. Want ik zou dat is het, ja. Want ik zou dan denk van een gemeente die zegt van wij willen. Kijk, net hoorde ik hier iemand ook zeggen, wonen is een recht. En dat is natuurlijk ook een recht. Ja, staat in de grondwet. Ja, dus als een gemeente zegt, ik wil dat recht ook gewoon gestand doen. En ik wil dat mensen ook met die niet heel veel geld hebben, gewoon een dak boven het hoofd hebben. Ja. Hoe moet je dan te werk gaan? Nou, ik ben bang dat je dus als politicus, en je ziet nu overal het in de verkiezingsprogramma's staan, wonen, 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 bouwen, bouwen, bouwen. En ik zou zeggen, ik zou mijn stem daar niet vanaf laten hangen, want ze gaan het niet waarmaken. Nou, maar ja. Tegelijkertijd is dit echt het thema waar iedereen hier op zat te wachten. Van dit is nu, dit vinden we echt belangrijk. Ja, het is ook echt belangrijk. En ik zou als jongere, ik zit met verbazing te kijken dat de opstand niet groter is. En er is maar geen stel dat die opstand wel groter is. Want ik denk dat die opstand die is nog maar net begonnen en die zal nog wel groter worden. Als de opstand groter is, dan ga je hele radicale dingen doen. Dus dan ga je onteigenen. Dan ga je als gemeente bijvoorbeeld weer zelf vastgoed kopen en dat ontwikkelen. Dat zijn allemaal dingen die nu voor de meeste partijen nog no-go areas zijn. Dus toch iets meer, iets socialistischer. Dan wordt het radicaal, ja. En dan, je hebt een prachtig boek van Floor Milikowski, van Wie is de stad? Ja. En dat is natuurlijk de kernvraag, hè? Want we hebben de stad ontwikkeld, voor ondernemers of voor wie Dit is eigenlijk, want als je die kernvraag dan stelt,
dan horen we natuurlijk, en dat is helemaal in lijn met jouw verhaal over die rente. Dan hoor je dus de minister-president zeggen van de economie gaat heel goed. Maar tegelijkertijd zijn er dus heel veel mensen die voelen dat helemaal niet. Ja. Die hebben dus niet een goed huis of nou ja, die profiteren daar niet van. Kijk, lang was het zo, als de economie goed ging, dan betekent dat we banen hadden. En met die banen konden we huis kopen waar we in konden wonen. Dat is een beetje losgezongen geraakt. Dat met die banen, dat gaat nog wel. Maar daar kan je steeds lastiger om van te leven. Dus je moet die vraag ook helemaal niet meer stellen. Gaat het goed met de economie? De vraag die je moet stellen is, zijn we een beetje gezond? Kunnen we fatsoenlijk wonen? En dat betekent ook dat je de vraag moet stellen, wat vinden we dan fatsoenlijk wonen? Het zou dus zelfs kunnen dat je misschien een economie hebt die omzet van de economie wat minder is, maar waarbij de mensen toch beter wonen en gezonder zijn. Ja, maar reken je niet rijk, hè? Mensen zeggen altijd, ja, brede welvaart en economische groei, daar moeten we niet meer op focussen. Moet je niet op focussen, maar je moet niet vergissen. Economische groei levert belastinggeld op en je moet het ergens vandaan halen. Ja, maar het is niet makkelijk. Nee, maar in die zin is het wel makkelijk dat uiteindelijk gaat, en dat is misschien iets wat we misschien de laatste decennia zijn vergeten, is dat politiek gaat om keuzes maken. Ja. En die keuzes die zijn misschien tot nu toe niet helder genoeg gepresenteerd. Of binnen hele smalle kaders gemaakt. Ja. Hè, er zijn ook jonge wetenschappers die zeggen, in steden. Ooit was in Amsterdam het aantal corporatiewoningen lag boven de 50%. Dat is enorm gedaald. Hè? Dus het aantal, zijn allemaal de markt opgegaan. Daar hebben ook mensen van geprofiteerd. Want er zijn jonge gezinnen geweest. Mensen hebben daar Maseratis van gekocht. Nou, dat is schandalig. Maar dat is niet waardoor wij nu niet kunnen wonen. Nee, sterk. Maar dat nou, indirect wel. Want de reactie daarop was de verschrikkelijke verhuurderheffing. Ja. Dus en die heeft natuurlijk ons jaren op achterstand. Ja, dat roepen de corporaties de hele tijd. Maar het is ook wel zo. Nou ja, maar goed, en die komt nu ook weer terug, hè? Ja. Dus of dat wordt weer teruggegeven. Ja. Nou ben ik even kwijt waar ik heen wilde. Oh ja, dus je kan ook zeggen, moet er niet. Er zijn steden, bijvoorbeeld Wenen, waar veel meer huurwoningen zijn. Dus het is heel actief overheidsbeleid geweest van gewoon heel veel corporatiewoningen. Maar dat hebben we ook niet de komende jaren geregeld. Hè? Jij weet hoe lang het duurt als je het zelf doet. Ja. Je kan de corporaties uitbreiden. Maar Esther, je kan toch zeggen, in ieder geval van, wij willen dus in plaats van alleen maar te roepen bouwen en een onrealistisch getal per van de aantallen te noemen, kan je toch ook echt zeggen van, nou, we willen in ieder geval dat er over, weet ik wat, 15 jaar de situatie zo is. En daar dan ook echt een soort beleid op. En dan met urgenda naar de rechter als het niet gelukt is. Waar het om gaat is natuurlijk, je kan een doelstelling opzetten. En daar begint het ook mee. Want daarmee dwing je jezelf enigszins. En er zijn ook, ik zei van, als econoom vind ik dat lastig als het bestuurlijk wordt. Dus kijk goed naar je grondbeleid en naar wat je ambities zijn. En maak die concreet. Maar ook, en dat zijn allemaal kleine dingen, maar het helpt wel. Bestaand vastgoed. Ik zie dat de oude V&D, er zit nog steeds niks in. Ik begrijp helemaal niks van. Want daar zit dus iemand te wachten totdat hij de juiste huurprijs kan krijgen. Maar dat zijn drastische dingen. Want als je als overheid, om nog maar te zwijgen van al die hotelvergunningen die zijn uitgegeven. Ja. Maar als gemeente zeggen, weet je wat, geef die hotelvergunning maar terug. We gaan er woningen van maken. Dat is een lange weg via de rechter. Dat is bestuurlijke onbetrouwbaarheid. Misschien zou je dan als linkse partij best populair worden. Ik ben verbaasd, maar de linkse partij zijn ook verouderd. Jullie moeten een partij oprichten. Nou, nog een reactie van het panel? Fiscalist? Wat betreft de rente, de situatie is natuurlijk uitzichtloos. Denk ik, ook bij een daling van de rente, dan krijg je ook weer allerlei problemen. Ja, want iedereen dan die net ingestapt is, is van het geld. Even uitpraten. Maar goed. En waar ik dan zelf tegenaan loop met die. Dan is er verkameringsbeleid. En dan vindt er geen handhaving plaats. En krijg je dus te maken met inderdaad allemaal van die criminele pandjesbazen. En als individuele huurder kan je daar gewoon vrijwel niets tegen betekenen. Want je zit gewoon in een afhankelijke positie. Ja. Ja, als de econoom zegt dan, goed punt en zorg dat het goed geregeld wordt en zorg dat er een goed huurloket is en dat je keihard optreedt tegen. Ja, dat lijkt me een uitvoeringsprobleem. Maar tegelijkertijd,
hebben we het individuele probleem en het collectieve probleem. Zeker. En moeten mensen dus en hun individuele probleem aanpakken, maar ze misschien ook nog meer verenigen om het collectieve probleem aan te pakken. Ik weet niet waar je nu precies op doelt. Nou, dat soms hoor ik dan hoor ik een verhaal over het individuele probleem. Maar jij zegt ook van ja, de opstand moet eigenlijk groter worden. Die moet ik, ja, zeker. Raken. Dat ging vaak door mijn hoofd heen. Ik denk dat als het langer had geduurd. Ik had een groep vrienden waarmee we dat wel aan het onderzoeken waren. Kraken. Ja, want dat kraken is ook steeds weer lastiger geworden in de afgelopen jaren. Met weer regels die dat moeilijk maken. Maar goed, we zien nog steeds wel leegstand. En als anti-kraken ook geen aanbod voor is, dan maar misschien die kamer weer op. Ja. Ja. Revolutie. Hartstikke goed. Dank jullie wel. En dan gaan we nu weer zo'n zenuwslopend debatje voeren. Jullie worden dus bedankt. En het debat wordt dus geleid door Jelle van de Balie. Het is leuk dat iemand die voor de Balie werkt ook van de Balie heet, van zijn achternaam. En we hebben hier Myron van Gerhard van de VVD Amsterdam en Remine Alberts van SP Amsterdam. Nou, dat is natuurlijk, je weet al, die zijn het helemaal met elkaar eens. Kom er maar bij. Dankjewel. Je kunt aan de tafel plaatsnemen. Mijn achternaam is niet Van de Balie, maar Jelle Baars. Jelle Baars. Jelle Baars van, ja, er staat hier Jelle van de Balie, maar dat is dan goed te weten. Leuk. Ja, okay. Ik ben programmamaker hier in de Balie en zou nu dit debat leiden. Ja. Het debat duurt 5 minuten. Ik hou hier de tijd bij. We openen met een openingsstatement van 30 seconden. En daarna kan de ander daar 30 seconden op reageren. En daarna krijg je telkens een minuut om weer op elkaar te reageren. Jelle? Ja. Ik zou het heel leuk vinden als er na afloop nog heel even dan nog 1 minuutje blijft staan voor nog een vraag van het. Ja, dat is goed. Oké, dankjewel. En nou, we gaan het dus hebben over wonen in Amsterdam. Nee. Ja, wel. En we hebben net al een paar keer Parijs en Wenen als voorbeelden genoemd. En ik weet dat we in Amsterdam graag ons vergelijken met wereldsteden. Maar we gaan nu even kijken naar onze noorderburen in Zaanstad. Gemeenten zoeken allemaal oplossingen om de wooncrisis op te lossen. Sommige steden kiezen ervoor om bij nieuwbouwprojecten starters uit eigen stad voorrang te geven. Of gemeenten helpen bij het financieren van de hypotheek. Zo neemt een stad als Zaanstad, een gemeente is dat, een deel van de hypotheek op zich. De koper kan na 10 jaar de rest van de gemeente terugkopen. Maar kan dat ook niet in Amsterdam? Dat leidt tot de volgende stelling. De gemeente moet bij de koop van een eerste huis meefinancieren voor de mensen met een lager inkomen. Wie wil als eerste hierop reageren? Ja, ik wil daar wel op reageren. Ik denk dat dit heel vriendelijk overkomt. En mensen denken, ha, nu krijg ik daar een hulpje bij. Maar er zitten 2 nadelen aan. Eentje is, het gaat alleen maar over de koopmarkt. En heel veel mensen zullen nooit kunnen kopen. Dus daar moet je echt op letten. En het andere is dat uiteindelijk toch die woningen weer op de markt komen. En dat dus weer sprake kan zijn van prijsopdrijving. En met die prijsopdrijving hebben we juist nu te maken. Oké. Myron, wil jij hierop reageren? Ja, Myron. Het is trouwens Von Gerhard en niet Van Gerhard, maar dat terzijde. Myron, ja, ik denk dat voor het meefinancieren dat niet per se de oplossing is. Maar waar de VVD wel voor is, we hebben ook een plan geschreven om te zorgen dat nou meer betaalbare koopwoningen in Amsterdam komen. Want volgens mij is dat het grote probleem hier in Amsterdam. Op dit moment is maar 30% van de markt is koopwoning. Terwijl 50-60% van de Amsterdammers het liefst een huis zouden kopen. Dus volgens mij moeten we vol in gaan zetten op het bouwen van koopwoningen. En juist voor dat stukje waar je nu geen hypotheek kan voor krijgen, is de VVD voorstander om de starterslening te kunnen geven. En ik moet je hier stoppen. Ja, dat is toch weer een beetje sneu. Als je nou weet dat 1 op de 4 Amsterdammers schulden heeft, los van de hypotheek. Hoe wil je nou in hemelsnaam deze mensen huizen laten kopen? Ik snap het niet. Het is te eenzijdig. Ik zei net al, je moet vooral betaalbaar bouwen. En wat de SP betreft is dat tot maximaal 1.000 euro in de maand. Dan kom je mensen tegemoet die inderdaad niet die brede beurs hebben.
Nee, maar wat de SP doet is focus op een kleine groep. Terwijl wat we juist zien gebeuren in Amsterdam is dat de starters, de jonge gezinnen, mensen die gewoon hun hele leven hard werken, die moeten nu vertrekken uit Amsterdam. En waarom? Ja. En ik zal het vertellen, ik zit zelf ook in die situatie. Ik huur samen met mijn vriendin nu een woning, betaal 1100 euro per maand. En ik zou heel graag iets willen kopen, maar die koopwoningen die zijn er maar niet. En dat zijn keuzes geweest van het SP-bestuur van de afgelopen 8 jaar om maar geen koopwoningen te gaan bouwen. Omdat er geen ambities zijn hier in Amsterdam om koopwoningen te bouwen. Dus volgens mij moeten we dat wel doen. Want waarom is een koopwoning nou zo goed? Normaal gesproken, als je huurt, dan weet je zeker, één ding zeker, dat geld, dat is weg. Dat ga je nooit meer terugkrijgen. En als je een woning kan kopen, dan zorg je ervoor dat je iets op kan bouwen voor jezelf. Dan kan je mensen perspectief geven. En ja, volgens mij nou, moeten we ja, goed, daarom ik vind daar het veel een, meer op gaan focussen. Ja, sorry hoor, het is een prachtige verkooppraat, is dat voor laten we vooral woningen kopen. Maar nogmaals, je zegt tegen mij, het is een klein segment, maar het gros van de mensen verdient het geld niet. Dus dan kan je wel zeggen van je focus je op een kleine groep. Nee, het is juist een hele grote groep die niet kan betalen. Bovendien, en dat heb ik daarnet gezegd, daar ga je niet op in, woningen zijn er ook waarmee gespeculeerd wordt. En dat opbouwen, dat klinkt best aardig, maar als jij je woning dan zou verkopen, ga je hem dan verkopen voor de prijs waarom je hem hebt aangeschaft? Nee, zeg je dan, ben ik een dief van mijn eigen portemonnee. Maar die moet weer ergens opgebracht worden, dat geld. En daar moet je ook rekening mee houden. En dat vergeten jullie voortdurend. En daarom is het nu zo ongelooflijk duur. Ook in deze stad, er wordt grof geld verdiend. Waarom? Er wordt opgekocht. Nee, ja, kijk, nou, hij kreeg net ook... Ja, maar volgens mij zijn we het over één ding eens. En dat is volgens mij ook breed gesteund door alle Amsterdamse partijen. Is dat we voor een opkoopverbod zijn. Dus dat stukje hebben we getackled met z'n allen. Maar wat we vergeten is, wat de SP heeft de afgelopen 8 jaar hier aan de knoppen gezeten als het gaat om de Amsterdamse woningmarkt. En keer op keer hebben ze de bouwdoelstellingen niet gehaald. En waarom komt dat? Het bouwen van woningen kost ook geld. En de SP wil alleen maar sociale huurwoningen bouwen, waar Amsterdam op dit moment 100 miljoen euro per jaar voor moet neerleggen om dat voor elkaar te krijgen. En het bouwpotje van de gemeente is op dit moment gewoon op. En de VVD zegt, nee, laten we dat nou omdraaien. Er zijn twee dingen. Eentje is, je krijgt een erfenis als je in een college komt. En die erfenis die was onder andere partijen dan de SP. Ik ben blij dat we het tij hebben kunnen keren. Er zijn 55.000 woningen neergezet. En die waren lang niet allemaal sociaal. Dus daar moet je dus even... Dat is een hele stad als Alkmaar. Zeker, maar het is niet genoeg. Nee, maar, het is niet nee genoeg. Natuurlijk, dat zeg ik ook. Het is ook niet genoeg. Dat is waar. Nou, één statement doen. Myron? Nou, volgens mij wat we moeten doen, en dat werd ook al gezegd, we moeten een heleboel doen. We moeten meer koop gaan bouwen, maar we moeten er vooral als gemeente voor gaan zorgen dat we een keer echt kunnen gaan bouwen. Dus niet meer de vastgoedbeleggers zien als iets slechts. We moeten er gaan voor zorgen dat we niet per kavel alleen maar ontzettend veel regeltjes bedenken waar het allemaal maar lang duurt. Volgens mij moeten we gewoon met korte vergunningen, ja, snelle procedures, moeten we zo snel mogelijk al die woningen neer gaan zetten. En ook koopwoningen, maar dat is ontzettend belangrijk voor starters en jonge gezinnen. Ja. Interessant is dat die vastgoedbeleggers er juist voor zorgen dat die huizen zo duur zijn. Nou, onder andere. Nee, 2500 euro met het grootste gemak. Nou, sorry hoor, maar ik weet niet of jij dat recentelijk verdient. Maar dat zijn heel veel mensen die dat niet hebben. Dat zijn gigantische bedragen. En daarom juist, om dat weer in balans te trekken, moet je niet op die koopmarkt gaan zitten, maar juist op die sociale huur. En dan krijg je waar het veel geprezen Weense model. Dat kost Amsterdam inderdaad geld, ja. Maar dan doen we iets voor de gemeenschap en voor de stad. Dat was hem. Ja. Het panel. Nou, wat ik eigenlijk heb gehoord, het VVD-standpunt is eigenlijk dit. Koopwoningen makkelijker maken en het financieren voor starters makkelijker maken. Nou heb ik net goed geluisterd naar mevrouw van Rijswijk. Die heeft eigenlijk gezegd dat makkelijk lenen ervoor gaat zorgen dat op de korte termijn heb je inderdaad opluchting en dan kunnen starters terecht, maar dat drijft dan de prijs weer op. En ik weet nou niet of dat de bedoeling is, want uiteindelijk de gemiddelde prijs hier in Amsterdam is hoog. We naderen bijna 500.000. Ik zie niet in waardoor het makkelijker maken van koopwoningen kopen of voor starters, hoe dat op de lange termijn effect gaat hebben. Want dan krijg je gewoon meer duurdere huizen en dan maakt het niet uit of je 2 keer Moldaar verdient. Dan kan je dat niet meer betalen. Ja. Hoe wordt dat gezien? Nou kijk, op de lange termijn zijn er natuurlijk heel veel andere dingen die we moeten doen. Maar we zitten hier in Amsterdam. En we moeten kijken wat we nu in Amsterdam op dit moment kunnen doen om ervoor te zorgen dat al die groepen die op dit moment geen huis kunnen vinden in Amsterdam dat wel kunnen doen. En wij zeggen, de afgelopen jaren is er in Amsterdam alleen maar focus geweest op de huurmarkt. Dus ongeveer 80%, 90% van alle nieuwe huizen die gebouwd worden is huur.
En juist een hele grote groep mensen heeft behoefte aan een koophuis. Die is niet op zoek naar een huis die ze alleen maar kunnen huren. Dus wij maken als VVD de keuze. Laten we als Amsterdam nou in ieder geval de ambitie uitspreken om voor 50% koop te gaan bouwen. Omdat we daarmee ook koopwoningen weer in het geheel toevoegen. Terwijl we nu op dit moment alleen maar huurwoningen aan toevoegen zijn. Dus dat is een keuze. En op de lange termijn zijn er natuurlijk allemaal andere dingen. Maar dat is voornamelijk ook als je naar landelijk beleid, Europees beleid. En daar moeten we ook naar gaan kijken. Maar op de korte termijn zijn dit de oplossingen om voor jonge gezinnen, voor starters die nu op zoek zijn naar een woning, hun te helpen om die ook te kunnen krijgen. Ja, nou ja, u gaat niet in op die prijsopdrijvende effecten. Ja, want wat je hier eigenlijk zegt is, ja, ik denk echt dat bijvoorbeeld Ronald Reagan of Margaret Thatcher dit in de jaren 80 ook voor ogen hadden. Dat makkelijker is, minder regulatie, simpel. Na 40 jaar later, kijk waar we zijn. Nee, kijk, maar... Lange termijn, ik hoor hier eigenlijk alleen maar... Er zijn dingen mogelijk. Gewoon door op hetzelfde. Doorgaan op hetzelfde. En daar zitten we nu wij willen juist iets anders. Wij willen juist iets anders. Want de SP die is die laatste jaren voor 80%, 90% aan huur aan het bouwen. We hebben bijna geen koopwoningen in Amsterdam. En dat is ook gewoon een deel schaarste. En dat is ook prijsopdrijvend effect. Maar om antwoord te geven op je prijs. Wij vinden bijvoorbeeld als VVD dat we als gemeente veel lagere grondprijzen moeten gaan vragen. Want inderdaad, de SP wil alleen maar sociaal bouwen, maar tegelijkertijd enorme hogere grondprijzen vragen. Dus wij zeggen ten eerste, vraag lagere grondprijzen. Scharf erfpacht af. Het zijn allemaal zaken die ontzettend ervoor zorgen dat de prijzen van huizen duurder worden. En daar kunnen we aan draaien en daarvoor kunnen we zorgen dat die huizen goedkoper worden. Nou ja, goed. Jij nog iets? Ja, sorry, tegen dit soort frame is niet op te werken, hoor. Want ik bedoel, als ik dit moet gaan uitleggen, dan krijg ik van hem maar een halve minuut en dat werkt niet. Sorry. Oh. Maar jouw vraag was terecht. Het is meer van hetzelfde. En ik zei daarnet al, de problemen waar we in zitten is onder andere wat hij nu verkoopt. Maar het is SP-beleid dat de afgelopen 8 jaar hier gewoon aan de klop heeft gezeten. Ik heb het idee dat het... Heeft de afgelopen 8 jaar de woningmarkt heeft... Ik heb je gehoord, maar heb je mij gehoord? Nee. Oké, nou, hartelijk dank.